Ladies and gentlemen, the brightest star in the universe, the number one hardstyle DJ on the planet. Make some noise for a true owner of an orange heart. Headhunters. Headhunters. Wow, wow. Beste Q&A's members, dit is Q&A met Headhunters. Weet ik nog heel goed, ik had gewoon een A4'tje. Ik ben gewoon woorden met elkaar gaan combineren. Het enige leuke wat ik erover kan vertellen is dat we ooit met z'n tweeën zijn begonnen. En dat het daar meer fout is. Orange Heart. Dat is zo'n bijzonder proces geweest om dat nummer te maken. En ik ben echt heel erg trots op mijn solo show, The Return of Headhunters in de Ziggo Dome. Villen. We staan al zo lang samen, vaak op het podium. Hij kent mijn muziek als geen ander, omdat ik arrogant ben. Arrogant is een misvatting, want ik zie mezelf absoluut boven niemand. Ik dacht, kom, de home of hardstyle. Ik zeg het nog maar een keer. Altijd gezegd, als er één iemand is met wie ik de studio in zou willen, is het Skrillex. Hij heeft een soort van spontaniteit in zijn muziek zitten, waar ik heel veel bewondering voor heb. Ouders zijn een inspiratie voor me. Er zijn ook heel veel collega's die een inspiratie voor me zijn geweest. Je weet nooit waar het eigenlijk vandaan komt. Het ligt elke keer weer ergens anders. Dat zijn van die weekenden waar je van vrijdag tot zondag wakker bent of zo. Ik zit op dit moment met mijn schouders geblesseerd en kijk, in het begin natuurlijk consistency, weet je wel. Zodra je resultaat begint te zien, dan heb je bijna niet eens meer motivatie nodig, omdat dat geeft zoveel motivatie. Vorig jaar, toen stond ik in Vietnam en toen moest ik op een afterparty van een festival. Allemaal banken, zitten mensen te chillen met een ballonnetje. Ik zag mensen echt gewoon met hun ballon gewoon echt zo achterom kijken van yo. En echt met 2 minuten komt al, weet je wel, die resident DJ naar me toe van wil je misschien van anders draaien? Dus toen ben ik gestopt en toen ben ik zelf gewoon lekker op de bank gaan zitten. Een fan die wilde een kind van me. Die had een brief geschreven en ook met helemaal een plan. Ik hoefde er alleen maar mijn zaad in te leveren en ik hoefde verder nooit meer naar om te kijken. Die heb je natuurlijk gedaan. Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, zeker. Drugs. Wapte een beetje party drugs. Ik wil heel graag heel goed piano leren spelen. Lekker naar de sportschool, even lekker bij mijn moeder langs. Dat normale leventje wat ik toch wel soms heel erg mis, dat doet mij heel erg goed. Ja, dat is Franse hiphop, gaat volgens mij gewoon over drugs en weet ik veel, gewoon. Maar ik ben blij dat ik het niet versta, want ik krijg gewoon een bepaald gevoel bij. Ik had nooit van mijn leven kunnen voorspellen waar ik op dit moment zou zijn. En dat is zo anders gelopen dan dat ik me ooit had durven dromen. Dat ik gewoon principieel op tegen ben om ook maar te proberen om een antwoord te verzinnen op die vraag. Dus alsjeblieft, verras me gewoon. Beste Q-dance members, dit is de Q&A met Headhunters. Pop, pop. En nu nog eentje met al je enthousiasme.